Wat ik niet begrijp, daar kom ik zo meteen op terug, maar... Hoe dan? Ik snap het niet, echt niet. Waarom? Hoe kunnen mensen... Ja, hoi! Jumbo heeft namelijk twee afdelingen om af te reizen. Eén voor degene die een zelfscanner hebben. En eentje voor degene die dat niet hebben. Met de boodschap op de bank wordt gescand door de kassier en zo. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen, Karen en Roderick. En het is vandaag op het dinsdag 27 juli 2021. En het is dus nu alweer 9:15 in de ochtend. Ja, en wij wensen jullie zoals altijd heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Hey, mag ik erbij? Jij wil hè? Mag wel even bij je. Kijk eens. Goed zo, doe maar, lopen. Oh, het is hier lekker trouwens. Wie wil er een balkon? Nou, kom, balkon hier. Kom, balkon. Balkon, hier. Ik moet nog opruimen, mensen, ik weet het. Oh, kijk dit dan. Het ligt zo lief. Jij wil je balkon? Wil je springen of wat? Wacht even dan. Doe ik eerst eventjes open en mag jij hoog. Doe maar, hoog, lady. Lady, hoog. Hoog. Dat was mijn deur. Dankjewel. Goed gedaan. Dat moet ik nog allemaal op gaan ruimen. Heb ik nog geen zin in. Nee, kom dan, balkon. Kom, balkon dan. Lovely, kom, balkon. Kom maar. Kom dan. Kom dan. Ga kijken. Oh, ga kijken, my lady. Kom dan. Ja, yeah, goed zo. Ga kijken, doe maar. Nee, balkon. Ja, yeah, goed zo, baby. Wat een prachtig fenomeen ook weer, hè? Wauw. Ja hoor, en nou zit hij precies op mijn raam. Wauw dan. Dit is toch mooi? Wij zitten dus gezellig samen in de auto. Ja, helemaal top. Want mijn buurvrouwtje, daar ben ik eerder vandaag mee eventjes... H.J. van Oort, transport. Yay! Yay! Top. Vond ik leuk. Nee, maar ik ben samen met mijn buurvrouwtje eerder vandaag even bij onze lokale winkelcentrum geweest. Daar is ze niet helemaal geslaagd, want ze moet eventjes bij de AC-Tion nog een witte Infinity Board hebben. En nog oogdruppels voor droge ogen. En zelf even in de grote bak kijken. Zo, dat doet aan je auto. Precies dat. En we mogen gelijk door, dat is mooi. Dus ja, knipliggen is ook moeilijk volgens mij om die aan te doen. Ja. Lijkbaar. Heel moeilijk. We mogen weer gelijk door en bij verkeerslichten mag je elkaar inhalen. Ja, precies. Dus ja, dus dat. Rodi is ook weer lekker net vrij. Dus die is even al thuis geweest om zich om te kleden. Daarom kan hij ook in beeld. Ook leuk. En we mogen gelijk weer door. Het is de groene gronden vandaag. Bijvoorbeeld of zo. Ja, ik denk het. Dat is grijs. Ja, en door. Zo. Dus ja. Dus dat. Dus we gaan dus nu weer even naar het grote winkelcentrum. En buurvrouwtje die wou ook, als het een keer kan, of met haar eigen dochter of misschien met ons, eens een keer mee naar de grote. Maar dan moeten we ook tijd hebben. Ja. Dus toen zei ze, ja, maar mijn dochter verdwaalt. Nou, wij niet hoor. Nee. Maar ze loopt dan wel wat rustiger en dan even op adem komen, maar dat maakt helemaal niet uit. Heb ik begrip voor, lekker rustig aan. Heb ik ook gezegd van je mag ook gewoon eens een keertje mee met ons. Ja, dus dat bedoel ik. Nou, dan is het gewoon de rollator achterin en ik ook achterin zitten. En zij lekker voorin. Dat vind ik helemaal niet erg. Dus ja, wij gaan daar even lekker naartoe. En we gaan eventjes de boodschapjes doen voor de... Komt helemaal goed. Ja. Ja, nou, dan zijn we dus weer in de Jumbo. Maar ik heb eigenlijk zin in de... Ja,
600 gram voor €2,50. Ja, ik heb gewoon zin in een lekkere rospatat misschien vanavond. Ik weet niet of Roda zin heeft, maar ik wel. Zo, nou mensen, dit is dus schoonmaakazijn. Ja, toch? Ja, schoonmaakazijn. Dit is ook gelijk tevens dus mijn wasverzachter. Lekker veel. Ik heb hier heel veel lekker dingetjes staan. En ja, dit is dus mijn handscannetje. Ja, ik heb alles mee gescand. Helemaal top. Ja. Mag ik ook al niet in? Nou, ik loop al zo. God. Denk, nou, dan pak ik die. Maar nee, kan niet. Oh, wauw. Ik loop... Ik ben een beetje van het padje af, jongens. Echt waar. Ik snap het even allemaal niet meer. Maar ik loop wel even zo om. Ja hoor, ik loop gewoon even zo om. Kom er al aan. Wat ik niet begrijp, daar kom ik zo meteen op terug. Maar hoe dan? Ik snap het niet, echt niet. Waarom? Hoe kunnen mensen... Ja, oi! Hoe dom kunnen mensen zijn? Ik kan niet weten, niet. Ben er al. Ben er al. En ik ben eerder. Alsnog ben ik eerder. Yay! Het is behoorlijk aan het regenen. De zon ligt lekker buiten. Helemaal top. Helemaal goud. Ja, nou. We zitten gezellig lekker naast elkaar. Jee. En de twee brillenjoten ook. Ja, precies. Ja, de twee brillenidioten. Ja. Maar wij zijn vandaag, zoals jullie wellicht weten, zijn we weer bij de Jumbo geweest. Maar ter ontdekking kwamen we ergens achter. Dat was bijzonder grappig. Ja. Jumbo heeft namelijk twee afdelingen om af te rekenen. Eén voor degene die een zelfscanner hebben. En één voor degene die dat niet hebben. Dat je boodschappen op de band wordt gescand door de kassière en klaar. De zelfscankassa's. Is bedoeld voor mensen met een zogenaamde zelfscanner. Je neemt de zelfscanner, scant je boodschappen, doet dit karretje, geeft de zelfscanner aan de kassière, daar reken je af en klaar. Wat wij tegenkwamen was iets anders. Heel vreemd. Sommige mensen denken van, nou ja, ik zie een kassa zonder kassière met een zelfscanapparaatje aan de kassa, voor de mensen die dus eigenlijk zeggen, nou, ik ben dit vergeten te scannen, snap ik niet. Kun je het alsnog scannen. Maar die mensen, eerst een jongere dame, die zat te kijken van waar moet ik nou mijn boodschapje scannen. Ik had er één dingetje had ze gekocht, hoor ik. Ja. Wilde ze afrekenen. Ja, ja, met van en bij de kassa zelf. Het zelfscan ding wilde dan mee gaan zelf scannen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus daar zei jij het over. Ja. Die was nog niet uitgesproken, die dame was weg. En er komt een ouder echtpaar. Zet dat bandje neer en gaat dan, ja, waar moet ik scannen? Dus ik zeg tegen een medewerker, die mandjes op kan ruimen, kan je eventjes de weg wijzen, want dat klopt niet helemaal. En onze kassière zat ook al te roepen, mevrouw, meneer, ja. Maar goed. Weg. Dus wij rekenen netjes af, jij rekent af, ik reken af, we rijden weer de Jumbo uit, zeg maar. En met karretje. Met karretje dan. Kijken er even om, staat er een man met een dingetje, wil graag scannen. Met zijn pinpas in zijn hand, ja. En bij het schermpje en die uitstaat. Ja, maar hij scant niet, nee. Hij scant niet, nee. Het staat uit, misschien niemand aanwezig. Ja, en een geldlaadbakje met een scherm die ook uitstaat. Ja, ja, misschien is het wel handig. Zeg van, jongens, ik heb hier voor €50 boodschappen gekocht. Ik heb hier een tientje, heb je terug van 10. Geef maar €40 terug. Nee, dat klopt natuurlijk niet. Nee. Ga zelf geld in de kassa stoppen en wisselgeld weer uithalen. Ja, wie controleert dat? Nee. Niet dat het handig is. Nee, dus ja. Ik hoop eigenlijk wel weer, eigenlijk als deze Jumbo over wordt genomen en door Kornhoofd, weet ik veel. Dat hij dus wel de zelfscan kassa's gaat aanschaffen, net zoals bij de Action. Dat je zelf kan afrekenen, en net zoals bij de Kruidvat. Ja, oké.
Dat is een soort van zelf je boodschap op het afscannen, op de band leggen, dan gaat het weg. Door de hele machine heen en tot hij alles heeft gehad. Bij medicatie en alcohol komt er even iemand kijken van, klopt dat wel, ben je hard genoeg? Ik netjes. Ja, maar en dat, dan, is bij, en wat, dat is bij, en dat is bij en waar de Hoogvliet, maar net zoals ja, bij de Action. Ja. En bij de Kruidvat. Daar kun je gewoon bij zo'n apparaat te scannen en je betaalt en je krijgt een bonnetje met, dat is ook bij de Appie Heijn. Ja goed, maar dan kan je dus de boodschappen zelf scannen, met je pinpas betalen, dan krijg je een bonnetje met barcode en daar mag je de winkel mee uit. Ja, klopt. Dat is ideaal. Dat is ook wel handig. Ja, dus ik hoop eigenlijk dat, want deze Jumbo waar wij altijd boodschappen doen, die wordt dus overgenomen door een ander, helaas. Mm-hmm. Maar ik hoop eigenlijk dat hij dat wel gaat doen. Dus. Dat zou wel fijn zijn. Yep. Dus ja, dus dat. Ik snap het niet. Ik begrijp het niet. Ik kan het niet bij me mijn hoofd. Maar oké. Okay. Dus dat houden we even kwijt aan jullie. Ja. En daar gaan we lekker Roderick zitten. Die is heel benieuwd. Waarom ben jij zo benieuwd? Nou, wat in de verpakking zit natuurlijk. Heb ik hier dan wat liggen dan? Ja. Nou, dan gaan we kijken. Een 8. Oh, daar en daar hebben we een andere verpakking staan, maar die leeft. Ja, dat is niet anders. Maar ik heb hier wat liggen. Ja, een 8. Ja. Ik heb deze maar eventjes gevraagd of ik deze mee kon nemen. Dus deze kon ik meenemen. En bij de lokale dierenwinkel. En deze is één voor de hondjes. Ja. Ik weet nog niet voor welke, want Rood die kwam met een leuk idee. Suggestie. Met een suggestie. Zo. Yay. Ja, dat is handig, maar die gebruik ik nooit. Nee, deze ding gebruik ik echt nooit. Ik vind helemaal niks. Zo. En deze kan lekker weg. Hij kwam jij al. Kom eens hier. Nieuwe dingen uit. Kom eens hier. Wil jij die hebben dan? Hé. Hey. Ja? Oh, wat is dat? Dat is een hele mooie lijn, hè? Dat wist je. Ja? Is goed gekeurd? Ook door jou? Goed gekeurd? Ja? Goed zo. Ja, je hebt al aandacht gehad. Oh, je krijgt nooit aandacht. Nee. 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 Oh, hi. Oh, Sielepiet. Ja, Sielepiet. Helemaal goed. Nee, nooit aandacht. Lovely. Lovely, kom hier. Ja, kom dan. Nee, geen zin in. Oké. Okay. Hoi. Zo, en daar gaat Ro met de auto lekker naar huis. Ja, ik weet niet wat het is. Oh, zo.
Ja. En mijn mannetje gaat met de auto naar huis. Ja, rijden. Het is nog verder. Kom. Met gemak had je dat gekund. Dat is stoeprandje. Met gemak had je dat kunnen redden. Ja. Toet toet. Toet toet. Hoort het niet, ziet het niet. Doei. Welterusten. Dag. Ja, een hele goede avond allemaal. Ja. Ik ga jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan check ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog.